Hey, en wat heb je vandaag verder allemaal gedaan? Ik moet het aan oma vragen. Oh. En weg is ze. Goedemorgen. Even wakker worden met thee en een banaan. En gelijk maar even editen. Lekker carpaccio's, lunch met heel veel pijnboompitten. Ik krijg hem alleen niet mooi opgemaakt. Want wat ik ook doe, de plakjes gaan niet heel van elkaar. Dus dan krijg je allemaal die los stukjes. Dus ik heb het maar gewoon op elkaar gegooid. We hebben hier ons aller gekste kindje op de Skype. Zeg maar hallo kijkers. Nou, die is een beetje... Mooi kijken, oma's. Ja. Hey, maar wat heb je allemaal gedaan vandaag? Wat heb je allemaal gedaan? Je hebt niks leuks gedaan. Nou, wat heb jij allemaal gekocht? Ik zet hem veel in neer. Oké. Okay. Oké. Okay. Een LOL. Ja, leuk hè? Heel leuk. Dat is zo'n grote. Maar dat is zo'n grote, hè? Mooi hoor, is hij in bad geweest? Oh. Maar dat is die grote LOL, hè? Die is groter toch dan die andere die je hebt? Nee hoor. Is het dezelfde maat? Oké. Okay. Hey, en wat heb je vandaag verder allemaal gedaan? Ik moet het aan oma vragen. Oh. En weg is ze. Die kan. Hé, hey, maar wat heb je verder allemaal gedaan dan, Mop? Ik heb huizen bekeken. We zijn uit eten geweest. We zijn naar de Intertoys geweest. Zo, wat een verwennerij. Heel de dag bezig geweest met opruimen en uitzoeken. Ik heb mijn kamer opgeladen, was helemaal leeg. En nu ga ik even zo douchen en omkleden en me opmaken. Dat heb ik ook vandaag niet gedaan. We gaan uit eten zo. Ik heb echt geen idee wat ik aan wil. Het is echt van dat rare weer. Het is niet koud, het is niet heel warm. Het is benauwd klam weer. Dus ik heb echt geen idee wat ik daarbij wil dragen. Heel erg moeten haasten, maar ik ben klaar. Top van Benetton, broek van Another Label, pumps van Calexis en ik heb mijn Michael Kors tas. En die ga ik even nu snel vullen en dan de deur uit, want we zijn een beetje aan de late kant. We hebben vooraf lekker tomatensoep. Amuse. Mark heeft ook tomatensoep. En het is zo leuk hier altijd. We zitten aan het tuin. En we hebben lekker pasta. Salade en pasta. En te grappig, we hebben gewoon vandaag allebei hetzelfde. Dat gebeurt normaal nooit. We zijn er thuis en het was net zo grappig. Wij zaten dus buiten aan het terras en je hebt zeg maar een buitenterras, een overdekt terras en je binnen. En op een gegeven moment zien we Marco's beste vriend Marco, ja, ze heet allebei zo, die zien we lopen. En met nog iemand. Dus ze zitten en ze zaten, je hebt in het midden bloemen, dus ze zaten daarachter. En precies aan de andere kant. Dus Marco zegt op een gegeven moment, ja, en dat is Marco's nieuwe vriendin. Maar ik zag, dacht ik, echt een gozer lopen. Dus ik zei, nou, dat moet je dan echt nooit zeggen. Maar dat is toch een gozer? Wat lijkt het zo op? Zij zei, nou, het is echt een meisje. Wat bleek nou? Ze waren met z'n drie uit eten, maar het was te grappig. Ja, misschien een gevalletje, daar had je bij moeten zijn, maar het was echt hilarisch.
Marcus nu een stukje zolder aan doen. En ik heb er net ook wel even snel wat gedaan. En ik ga nu ik nog even een tintje zetten. En ik wil op tijd gaan slapen, want morgenochtend mag ik Sarah weer ophalen. En ik heb me best wel moedersiel alleen gevoeld vandaag. Ik ben heel slecht zonder mijn kindje, zoals de meesten ondertussen wel weten. Dat vind ik heel stil. Dus ik kan niet wachten. Het is gewoon vroeg en ik ga me al klaarmaken om naar bed te gaan. Dus even snel mijn make-up eraf halen, dan moet zijn gezicht wassen. En dan vroeg mijn wegje in. Ophalen. Dus bedankt voor het kijken en tot morgen.